boeken over geschiedenis. Afdeling natuur. Reisboeken. Theologie. Ramvol met prachtige boeken. Duizenden boeken. En dat al 100 jaar. Jawel, boekhandel Boomker in Haren viert op 102-jarige leeftijd haar 100-jarig bestaan. Door corona iets uitgesteld. Donderdagavond begon het festijn toen commissaris van de Koning René Paas de boekwinkel verraste met een koninklijke onderscheiding. Hofleverancier mag noemen. En dat is de verrassing van vandaag. Boekhandel Boomker mag zich sinds gisteren als enige onderneming in Haren hofleverancier noemen. In Nederland zijn er ongeveer 500 bedrijven die zo'n predicaat bezitten. En dat krijg je niet zomaar. Je moet echt smaakmakend zijn. Je moet meer dan gemiddeld goed zijn in je eigen tak van sport. Je moet een bovenregionale betekenis hebben. En je moet het vooral al meer dan 100 jaar hebben volgehouden. Nou, dat zijn eisen waar lang niet iedereen aan voldoet. Bij koninklijke beschikking. Hofleverancier. Mooi, hè? Ja? Ja, ik ben gewoon trots. Ik vind het gewoon mooi. Ja, vind ik leuk. Ja. Trots als een pauw is Emmelkamp, die sinds een paar jaar voorzitter is van de coöperatie. Want misschien weet u het nog, in 2014 had de boekhandel te maken met teruglopende verkopen. En om te voorkomen dat de boekhandel failliet zou gaan, werd een coöperatie opgericht. Tientallen Harenaren schoten financieel te hulp door lid te worden. En daar ben ik, misschien ben ik op dat gebaar nog wel trotser dan op de koninklijke onderscheiding. Maar we gaan het niet wegen. Maar in beide gevallen zijn dat hele mooie momenten in mijn leven als boekverkoper geweest. Ja. Dat was dus gisteravond. Vandaag werd het feestje in de winkel voortgezet en kwamen nieuwsgierige klanten een kijkje nemen. Ik zag de ballonnetjes, een grote boog, en toen dacht ik, hey, er is feest hier. En toen zei ik, hey, 100 jaar, zag ik op een bord staan. Ik denk, nou, dat is wel bijzonder. Want er is zoveel concurrentie, zo van internet en bol.com en weet ik het allemaal wat. God, dus ze zijn hofleverancier. Nou, dat komt hun wel toe, vind ik. Ja, terecht? Ja, zeker terecht. En ik heb net een boekje gekocht. En dat boekje ga ik geven aan een hele goede vriendin van ons, want die wordt 103. Zij is ouder dan de boekhandel. Ja zeg, dat had ik nog niet eens bedacht, maar dat zal ik tegen haar zeggen. Dat zal ze heel bijzonder vinden. De feestelijkheden worden afgesloten met een lezing op vrijdagavond van Tommy Wieringa. En daarna, dan is het gewoon weer terug naar de orde van de dag. Vanavond even feest en morgen is het gewoon weer boeken verkopen. Nou, een zakenman in hart en nieren, hè? Wellicht.